Open VLD-senator Martin Taalman uit Grobbendonk wil dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders actie onderneemt tegen Groot-Brittannië. Dat heeft ze vanmiddag gezegd in de Kamer, naar aanleiding van de sluiting van Plastic Omnium. Dat produceert onderdelen voor autobouwer Vauxhall in Engeland, maar volgens de vakbonden krijgt Vauxhall subsidies als het voortaan alleen nog werkt met Britse toeleveranciers. Nadat eerst Frankrijk door protectionistische heffingen op bier haar wijnmarkt afschermde ten koste van onze brouwers, wordt nu een bedrijf uit de Kempen, uit Herentals, geconfronteerd. En dik zit de vakbonden met een wel zeer brutale vorm van protectionisme. En dit vanuit een land dat zich altijd de voorvechter noemt van de vrijhandel. Ik zal de aangekondigde sluiting van de Herentaalse bumperafdeling van deze Franse onderneming met fabrieken wereldwijd verder laten onderzoeken. Er gelden inderdaad binnen de Unie regels betreffende toegelaten interventies en subsidies door overheden en over staatssteun en de voorwaarden waaronder de commissie deze kan toelaten. De subsidie waarvan u spreekt en de precieze modaliteit daarvan zullen dan ook verder worden toegetoetst aan hun wettelijkheid. Wordt vervolgd.